met het nieuws van Dave. Vandaag zien jullie meerdere dingen in het nieuws, zoals hoe Dave Jacob een hut gaat bouwen en zoals een pistool gevonden ergens in dit land. Welkom bij het nieuws. Yes, het weer. Het weertje is vandaag lekker zonnig en een mooi land zijn we gekomen. Het weer komt uitsprongelijk uit Afrika. Zoals jullie zien, zien jullie mooie Afrikaanse wegen. Nu komt het spannende onderdeel, want D-Vlox ging een mooie hut maken. Maar die hut liep helemaal verkeerd af, dat gewoon iemand mij belt nu. En dan doe ik even op af. Maar ja, in ieder geval, het is zo dat die ging een mooie hut maken. En wat gebeurde dat toen? Toen gebeurde dit. Let op wat gebeurde. Dat is hallo dames en heren, super tof dat je aan het kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Dave, ik ga vandaag iets super leuks doen. Niet voor mij, maar voor de kinderen die hier in de straat wonen. Omdat het pleintje zo helemaal leeg is. Daarachter is helemaal niks meer. Helemaal niks. En nu heb ik een leuk idee voor die kleinkinderen dus. Op hier zo, op zand gebouwd hier. Lijkt het me leuk om hier zo gewoon een kleine hut te bouwen. Dit heeft iemand anders gedaan, dat heb ik niet echt gedaan. Maar kijk, zo'n ding kun je bijvoorbeeld goed gebruiken. Dus dat gaan we even snel doen. Dus we gaan even takken halen. En ja. Dat is een pistool. Wat moest Dave Jacob doen? Dave Jacob moest rennen daar naartoe. Hij belde zijn broer op. En dat ging ongeveer zo. Let goed op. Hoi, oh, mami. Ik heb eens een 6K. Ik wil naar een hut aan het bouwen. Maar ik heb een pistool gevonden. Nee, dat is goed, dat is goed, hè. Yo, oi. In ieder geval, zo ging dat. Let daar goed mee op. Als je een pistool vindt, laat het lekker liggen op die grond. Bel politie, bel je ouders, bel je moeder, bel je vader, bel je oma, bel je opa, bel je broer, bel je zus. Bel heel je familie tot iemand komt. Altijd doen. Luister goed naar Dave's tips. Dus, altijd goed luisteren naar Dave's tips. Nu, bij de zeeman. Nee, oké. We maken geen reclame. Okay. Maar ja, in ieder geval. Dus Dave belt zijn broer. Mijn broer komt naar mij toe rijden. Wat gebeurt er in een keer? Hij denkt, oh, het is een pistool. Waar komen we achter? Het was een neppertje. Wat hebben we toen gedaan? We hebben dus de politie gebeld. Hey, daar kwamen ze aanrijden hoor. Ja, hallo, u spreekt met Dave Jacob. Ik heb eventjes snel een zegje. Ja, ik ben hier zo op zo'n pleintje. En hier ligt een pistool. En jawel hoor, daar kwamen ze aanrijden. Ze stopten. En de rest is privé. Nee, en in ieder geval. Dus in één keer, ze pakten alles. En het was helemaal opgeruimd voor de kinderen die dit wilden oprapen. Ik bijvoorbeeld niet. Dus let goed altijd op wat je doet. En nooit dingen oprapen. Dit waren de tips van Dave. En dan zeg ik weer tot de volgende keer. Later! Oké, voor de duidelijkheid. Dit heb ik dus niet gedaan. Maar misschien kunnen we wel een paar takjes hier vanaf halen. Voordat de achter dus de plaats. Kijk waar ik trouwens sta. Je zou denken, wat ben jij ver weggelopen? Nee, want daar is de plek gewoon weer. Dus, trouwens voor de duidelijkheid nog één keertje. Die hut is totaal niet voor mij. Niks of wat dan ook. Ik maak alleen voor de kleine kinderen, omdat ik vandaag toch niks te doen. Jongens. What the fuck. Holy shit. Ik moet eventjes een beetje afstand nemen. Ik ga totaal niet aanraken of zo. Maar ik heb iets gevonden. Ik zie iets liggen hier zo. Dit is niet meer opzet of zo. Ik zweer het, maar ik moet even opletten. Dat ziet er heel erg uit. Hier liggen fucking pistool. Ik ga meteen mijn ouders of zo bellen. Ik ben zo. Ik word helemaal gek of zo. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar. Ik zie jullie zo.